Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Rode JC TV. Vandaag kijken we nog een keer terug op de overwinning tegen Heracles. En Marco van Hoogdalem vertelt over zijn nieuwe leven als herbergier. Verder wordt het eerste Rode JC kinderboek gepresenteerd. En we sluiten af met de visie van Harm. Rode JC Kerkrade boekte zaterdagavond een mooie overwinning op Heracles Almelo. Na een matige eerste helft was de trots van het Zuiden in de tweede helft veel te sterk voor de bezoekers. Aan de hand van aanvoerder Mats Jonker won Roda verdiend met 3-1. Er was al veel gezegd over het feit dat je minder scoorde. Je rol was veranderd, maar ik kan me voorstellen, iedere aanvaller wil scoren. Ja, heel graag. En je wil ook belangrijk zijn voor je ploeg. En dat was hij vandaag. En ik denk dat wij gewoon een heel goede en belangrijke en terechte overwinning hebben geboekt. En dus kansrijk voor Jonker nu. Hoek is wel lastig. Jonker! Oh, wat doet hij dat mooi! Eindelijk weer eens Mats Jonker. En hoe vrij. Naar de tweede paal draaiend. En daar is de tweede. Weer Jonker. Hij is los. Ja, het zag er heel goed uit, denk ik. Ik denk dat we eigenlijk vanaf 5 minuten na de rust echt gedomineerd hebben. En dat we verdiend 2-0 voorkomen. Komen we hun op 2-1 alleen, dan valt die 3-1 zo snel dat het gewoon wel lekker is. En dat je de wedstrijd gewoon kan uitvoetballen. Toch een kritische kanttekening, weer niet die 0 gehouden? Nee, weer niet. Nee. Als we 3 punten pakken, dan denk ik dat niemand trouwig is dat we die 0 meer houden. Dit was de tweede van 5 wedstrijden, 6 punten, gaat lekker? Ja, gaat goed. Ja. Het zou mooi zijn, moesten er nog 9 bij komen. In Limburgse Passie komen iedere week bijzondere Rode JC-beelden voorbij. Trainers, spelers en supporters vertellen over hun Roda-moment. In het Limburgse plaatsje Voerendaal ligt de herberg van Marco van Hoogdalem. De oudspeler van Rode JC is sinds 2006 gestopt met voetballen. De gezondheid van de voormalig verdediger liet hem in de steek. Na de constatering van een leverziekte mocht van Hoogdalem op 35-jarige leeftijd niet meer spelen. Ik kan me nog 1 gesprek herinneren met een professor in Duitsland. En toen kwamen de muren echt gigantisch snel en hard op me af. Toen hij zei van je mag geen profvoetballer meer spelen. Ja, toen ging ik daar bijna door de bodem heen. Want ja, als je zo lang al gespeeld hebt, is het toch best moeilijk om dat te accepteren. Door de ziekte was natuurlijk ook zoiets, daar mocht ik ook niet meer voetballen. Ik mocht geen contact meer hebben, want zelfs als ik met mijn zoontje zou spelen, hadden ze gezegd, en dat vond ik het ergste, voor de televisie ook nog, terwijl het eigenlijk een beroepsgeheim was, van je moet uitkijken met je zoontje te spelen, want als die je verkeerd raakt, dan kan hij je doodbloeden. Hoe gaat het met de gezondheid? Ja, ik sta gewoon om de 3 maanden in Genk onder controle. En het is allemaal stabiel en is voor mij heel veel waard. Dat ik ten eerste elke 3 maanden daar zit, want dan word ik van binnen naar buiten weer gekeerd. En ten tweede dat ik ook vrij kan bewegen en doen en laten wat ik wil. Van Hoogdalem speelde van 1993 tot 1997 bij Roda. In het seizoen 94-95 behaalden de Limburgers onder leiding van Huub Stevens de beste eindklassering ooit. Ja, dat kon alles. De Polonaises liepen in de bus tot in de spelershome. En of we nou gewonnen hadden of verloren, gelukkig kwam het verlies niet zo vaak voor dat seizoen. Er was nog de 2-puntenregeling en we hadden geloof ik 63 punten. Nou, dat normale ploeg werd daar glansrijk kampioen mee. Alleen wij hadden de pech dat Ajax dat jaar ongenaakbaar was door wie dan ook. En we waren de enige ploeg die 2 keer gelijk gespeeld hebben tegen Ajax. En ja, het klikte gewoon. De samenhang binnen en buiten het veld. Iedereen wilde voor elkaar werken. Stevens heeft u langere tijd als trainer gehad, ook nog bij Schalke. Waarom klikten jullie? Of klikten jullie misschien helemaal niet?
Nou, ik weet het niet. Kijk, hij zag iets in me wat ik wel had en wat ik niet had. En wat ik niet had, probeerde hij op een training eruit te krijgen dat ik het wel kreeg. En dan kan ik nog wel een paar trainingen herinneren dat ik bijna een hele training lang 1-1 had. Moest ik spelen. En ja, ik was gewoon kapot. En, hij bleef maar doorgaan en ik moest maar door blijven gaan. En, ja, achteraf denk je, verwens je wel eens wat dingen naar zo'n man. Maar als je dan ziet dat het gewoon werkt in een wedstrijd, dan neem je dat maar op de koop toe. Stam staat bij de kop. En dat is de man die kan koppen. Maar Van Hoogdalem kan het ook en het is 1-0 voor Roda. Van Hoogdalem en Ooyen. Zijn beste jaren beleefde Van Hoogdalem bij de Duitse club Schalke 04. Daar werd de geboren Gorkumer 2 keer verkozen tot beste verdediger van de Bundesliga. De herbergier komt nog altijd graag in Gelsenkirchen. Ja, in het begin kijken ze aan van is dit nou, is dit niet. En zodra de eerste komt, ik denk dat ik wel 50 tot 100 foto's op die tribune heb moeten nemen. Of dat ze een foto vroegen van me. Ja, dat zijn leuke dingen. En ze begrijpen ook niet dat ik dan gewoon tussen de mensen zit en niet ergens boven in een business hokje. Maar ja, zo was ik in die tijd. Of we nou verloren of wonnen. Ik stelde me altijd naar het publiek toe. En ja, zo ben ik eigenlijk nog steeds. In 2004 keerde Van Hoogdalem nog voor een half jaar terug in Kerkrade. De verdediger werd door Schalke verhuurd. In Limburg speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd. Door zijn leverziekte en heupblessure kwam hij niet meer aan spelen toe. Tegenwoordig is Van Hoogdalem samen met zijn vrouw een totaal andere weg ingeslagen. Het was 2006 en ik was eigenlijk net gestopt met voetballen. En we reden eigenlijk een beetje rond en via mijn schoonvader kwamen we erachter dat dit te koop stond. Nou, het was een hele regenachtige dag. We komen hier achterom en we waren eigenlijk gelijk verkocht. Ik had 0,0 ervaring in het bedienen, in het leiden van een zo'n organisatie, zeg maar. En ja, het was gewoon in het diepe waar we in gesprongen zijn. Ben je gelukkig? Ik ben heel gelukkig. En dat is nergens te koop en gezondheid ook niet. Dus. De carrière switch naar de herberg is goed bevallen ook? Ja. Het is keihard werken, maar het is wel enorme waardering die je van de mensen krijgt. En voor mij is het grootste compliment als ze hier komen en ze zeggen, hé, dat is die Van Hoogdalem waar je zo lekker kan eten. En niet die voetballer. Ieder jaar verschijnen er honderden kinderboeken, maar nog nooit was er een boek geschreven over Roda. Tot deze week. Zaterdag werd de 8 raadsels van het verdwenen spandoek gepresenteerd. Schrijver is Roland Willems, al jarenlang een trouwe supporter van de trots van het Zuiden. Frans Timmermans, politicus en lid van de Raad van Commissarissen, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Toenmalig directeur Marten van Geer heeft me op dat spoor gezet. Ik heb eigenlijk heel lang nagedacht, wat wil ik doen met Roda en kinderen? Om ervoor te zorgen dat ik iets voor Roda kan doen en niet alleen Roda iets voor mij kan doen. Ik heb dat gezocht in mijn kracht. Ik ben zelf van huis uit onderwijzer. Dus ik heb het gezocht in een kinderboek met daaraan een kidsite waar kinderen allerlei spelletjes kunnen doen. Nou heeft het boek natuurlijk ook een verhaal. Ja. Wat is het verhaal? Het verhaal is dat er een nieuwe meester komt in de klas. Die meester die gaat met de klas een spandoek maken. Hangen ze op hier in het stadion. Dat spandoek wordt gestolen en dan krijgt de klas op hele vreemde manieren 8 opdrachten. En die 8 opdrachten die leiden naar een letter. En als die kinderen dan de letters goed combineren, komt er een plaat in het stadion uit waar het spandoek verstopt ligt. Het boek speelt zich dus af bij Rode JC. Mede dankzij de Limburgse club is het schrijven nu ook verkrijgbaar. Nou, eigenlijk zijn we een soort facilitator. Hè? We bieden Roda aan. En wij hebben wel samen met de drukker hebben wij speciale afspraken gemaakt. We willen dat het ook een boek is dat makkelijk bereikbaar is.
En wij vinden ook dat vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat wij dit soort initiatieven moeten ondersteunen. En wordt het boek in de winkel verkocht of wordt het alleen bij Roda verkocht? Nee, we beginnen met het boek te verkopen in onze eigen fanstore en via de site. Ja, als het een succes wordt, dan gaan we dat natuurlijk ook in andere manieren gaan we het verkopen. En wat wel heel erg leuk is, is dat Frans Timmermans het eerste exemplaar heeft mogen ontvangen. En hij gaat in ieder geval een exemplaar aan de minister van Onderwijs aanbieden. Was het leuk om een boek te schrijven? Ja, heerlijk. Ik heb er nu ongeveer een jaar over gedaan. Het was ook mijn eerste. Nou ja, dan kom je wat kinderziektes tegen. Maar toen ik het kreeg afgelopen donderdag, de eerste exemplaar in mijn hand. Ja, dan voel je je gewoon trots. Heerlijk om dat te doen. Nog 3 wedstrijden en dan is het alweer tijd voor de winterstop. Komend weekend speelt Rode JC een uitwedstrijd. Tegenstander in Doetinchem is de Graafschap. Dit duel werd al 18 keer eerder gespeeld en de balans is in het voordeel van de thuisploeg. Roda won slechts 4 keer van de superboeren. Door de overwinning op Heracles Almelo maakte Roda een behoorlijke sprong op de ranglijst. De ploeg van Harm van Veldhoven staat nu op een 10e plaats. Ondanks die mooie plek blijft de trainer realistisch. We hebben nog een lange weg af te leggen. Ik wil er ook nu niet zo euforisch over doen. Ik zie de dingen die ik zie. Ook de wedstrijden die we verloren, zeg ik ook positieve dingen. Nu win je de wedstrijden, wil niet zeggen dat alles goed is. Dus daarin moet je ook wel streng blijven en ook blijven praten over dingen die gewoon nog beter moeten kunnen. In het seizoen 98-99 won Roda met 2-3 in Doetinchem. De Belgische aanvaller Peter van Hout zorgde toen voor de beslissing. En de vrije trap is een prooi voor Peter van Hout. De vrije trap van Vreeman en van Hout brengt Roda weer op voorsprong. Oh, 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 wat een fout dit keer van Jan Vreeman. Die vrije trap voor buitenspel van Peters zomaar in de breedte op Peter van Hout speelt. En Peter van Hout, die heeft er, dat moet iedereen toch weten, al 9 in liggen. Pardon, met deze erbij 10. De Graafschap staat na 14 wedstrijden op de 16e plaats in de Eredivisie. Ja, dat is een heel krachtige ploeg. Thuis met veel engagement komt dan veel in de duel te spelen. Het is gewoon een heel moeilijke tegenstander. Dat zegt ook iets van het elftal dat zich heel goed kan vastpinnen op een tegenstander. Vandaaruit ook hun kwaliteiten probeert te tonen. Een lastige tegenstander. Wat volgens mij ook lastig is, zeggen veel mensen, is het stadion van de Graafschap. Wat is dat? Nou, ik denk dat gewoon vooral de spelers op het veld dat overbrengen. En daarna begint een publiek erop te springen. Nou, er zijn meer stadions waar het ook hectisch kan zijn. Maar het is wel zo dat zij natuurlijk, zoals wij onze specifieke kwaliteiten, hebben zij die ook. En thuis kunnen zij die mentaliteit als groep heel goed naar voren brengen. En dat is heel moeilijk uit te spelen. Aan de andere kant zeg je ook bij jezelf van kijk, hier moet je ook weer groot zijn. En niet tevreden zijn met 2 keer te winnen, dan zal de derde wel vanzelf lopen. Het is een tegenstander waar wij ook ons mee kunnen meten. Het zal er heel moeilijk zijn. Maar als wij stappen voorwaarts willen maken, ja, dan moet je daar ook weer als team er goed staan. Van Veldhoven merkt dat zijn team er goed voor staat. Nou, steeds beter. En ook jongens komen terug. Hè. De Lorze komt terug. Fladeris is weer terug aan het komen. Dus op dat vlak ziet het er ook steeds beter uit voor de laatste weken. Nou, god, en dan pak je punten erbij. En zie je toch dat je elftal steeds meer op schema komt te staan. Dat je helemaal meer balans krijgt. Dat ook specifieke mensen in bepaalde posities ook bepaald vertrouwen aan het winnen zijn. Nou, dat is hetgene wat je als team en als trainer naar voren wil brengen. En dat komt steeds meer tot uiting nu. Het is natuurlijk fijn, en dat merk ik ook aan de groep en iedereen. Als je uit die eerste 2 al van die 5 de eerste 2 kunt winnen, dan geeft dat toch een bepaalde rust. Maar zoals ik ook net al aangaf, de rust moet ook niet te groot zijn. Want je moet ook de honger hebben om de volgende weer te winnen. En daar moeten we ze toch scherp voor blijven houden. Want als het team niet optimaal staat, dan kunnen wij ook van iedereen verliezen. Dus zover zijn we nog niet dat wij dat zomaar met de vingers in de neus gaan doen. Absoluut niet. Wij zullen dat goed moeten blijven oppakken en dan... Ja goed, als je die wedstrijd ook weer naar je hand kunt zetten, ja, dan maak je gewoon een volwassen indruk en dan maak je sprongen. Het zit er alweer op voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Wil je alle losse items uit ons programma nog eens terugzien? Dat kan op rodejc.nl. Volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending. Dan maak je kennis met de man die alles weet over de statistieken van Roda. Tot dan!